waarde fluisteraar. Ik had deze New Balance laatst gekocht. De buitenkant is ook echt smerig. Dat is vaak een stal. Goedemorgen, het is vandaag zondag en gisteren zijn we best wel laat gaan slapen. Dus vanochtend was het weer feest. De kinderen waren al best wel vroeg wakker. Ila echt om 7 uur al. Dus ik ben al een beetje gaar. Maar ik heb vandaag op de planning staan. Eerst gewoon even lekker thuis chillen met de kinderen. Even kijken wat we tussendoor kunnen doen. En dan om 1:30, zo'n beetje, rond 1:30, dan neem ik Janae mee. Want dan ga ik met een paar stalgenootjes naar een soort van opening in Dronten. Dat is bij de Flevo Ruiters heet het, geloof ik. Dat zijn twee nieuwe binnenbakken, of tenminste, het is helemaal gerenoveerd daar. Ze hebben twee nieuwe binnenbakken en ik dacht, ja, dat is wel leuk om eventjes langs te gaan, want ik volg hun op Instagram. En dat zit zeg maar in de buurt van een verzorgpaardje van degene met wie we gaan. Dus we dachten van, dan gaan we er een soort van paardendagje van maken, soort van. Ik heb me even klaargemaakt. Even kijken. Ik hoef verder niet echt veel te doen. Ik twijfel alleen, want daarna moet ik ook nog naar stal. Maar ik twijfel of ik ga rijden. Ik denk dat ik gewoon lekker dit aanhoud qua sweater. En vind ik het wel mooi geweest. Ik moet zo nog even eten. Ik hoef alleen nog maar eventjes een parfum op te doen. En nu ik hier toch zit. Ik heb namelijk 3 nieuwe parfums van Parfumado binnengekregen. Het is zeg maar een maandabonnement. Waarbij je dus voor €14,95 elke maand een nieuwe parfum krijgt. En ik doe dus nog steeds ook met de andere parfums. Want ik wissel natuurlijk parfums af. Kijk, als je elke dag dezelfde parfum gebruikt. Dan kan je er in principe gewoon 30 dagen kan je ermee doen. En dan 4 keer sprayen op een dag, geloof ik. Dus dat is alsnog heel lang. Dus daarom doe ik er ook echt langer mee. Omdat ik gewoon voor de afwisseling ook weer andere parfums gebruik. Maar wat ik het fijne vind van Parfumado is dat ze echt 550 bekende merken hebben qua parfums. Maar ook ja, niche merken zeg maar. Dus wat ik de laatste tijd doe is dat ik dan gewoon kies voor de merken die ik nog niet ken. Of dat ik dan de quiz, dus ik doe sowieso de quiz om te kijken van welke geur past bij mij. En dan komen er vaak een paar of bekende merken of ja, niche merken uit. Ik ben nu voor 1 bekende parfum gegaan als het goed is. Eentje van Versace dacht ik. En de rest kende ik niet. Dus voor mij zijn het een soort van niche geuren. Maar ja, ik kende ze in ieder geval niet. Voor hetzelfde geld zien jullie het en denk ik van, oh, nou, die kende ik al. Maar ik kijk ook altijd een beetje naar de reviews op de site. Van, oh, die ruikt echt super lekker. Of is wat zwaarder. Nou, ik hou ook wel van zwaardere geuren. Maar daarom is het ook zo fijn dat je het gewoon lekker kan afwisselen. Kijk, zo zit het dan in de verpakking met het kaartje. Van de geuren die je hebt. Ik heb... Dus deze, dit is de Elisabe Le Parfum For Her. Ik heb de Versace Crystal Noir. Dit is volgens mij wel een bekendere, want hier zag ik heel veel reviews over. Maar die heb ik dus nog nooit getest. Dus, en dan de Twilly de Hermes, als ik het goed uitspreek. Ik ga hem even testen. Dan begin ik daar gewoon mee. Dit is dus die Twilly... Oeh... Ik vind hem heel vrouwelijk. Zwaar wel. Tenminste, hij valt... Oeh, hoe langer die intrekt, hoe lekkerder die wordt. Ja, deze is wat zwaarder. Oh, er staat ook op de achterkant. Staat er een beetje hoe of wat. Nou, deze is Fresh Spicy. Ja, Tuberose en White Flowers. Ja, precies dat ruik ik ook allemaal. Oeh, deze ga ik denk ik vandaag opdoen. Want ik vind hem al gelijk heel lekker ruiken. Maar nu ben ik helemaal benieuwd naar de rest dan. Want die Versace, deze... Hoorde ik dus ook heel veel over. Zo. Oh ja, ik snap wel waarom er positieve reviews op zijn. Oh, ook heel vrouwelijk. Even kijken, Woody. Hij is inderdaad een wat meer houterige Woody geur, zeg maar. Powdery en White Flowers. Zie je, die White Flowers, dat is dus blijkbaar wel iets wat ik heel lekker vind. En dan de Elisabe. Zit dan zeg maar in zo'n flacon en doe je zo... Het is ook echt ideaal om mee te nemen dit. Want ik had dus de vorige geur van de vorige maand, zeg maar. Die had ik mee toen we naar Malaga gingen met Opel. We gingen de laatste 2 dagen naar Malaga. Oh, dit is weer heel anders. Deze is veel frisser. Dit is, ja, zie je, citrus, honey en white flowers. Weer die white flowers. Dus als ik moet kiezen, deze is wat meer voor de zomer... En deze twee vind ik een beetje, ja, voor nu, voor de winter, lente, maakt eigenlijk niet uit. Dit zijn een beetje, nou, deze vind ik ook wel voor de zomer. Die is wat warmer. En deze zou ik zeggen wat meer een herfst-wintergeur.
Maar goed, ik doe niet echt aan herfst, wintergeuren. Ik koop gewoon wat ik lekker vind en ik spray het wanneer ik het wil, zeg maar. Als je dus denkt van nou, ik wil wat nieuwe parfums proberen. En wat ook wel even belangrijk is om te zeggen, je kunt ze gewoon pauzeren of stoppen wanneer je wil. Dus stel je voor, je hebt nog best wel veel over van de parfums die je de maand daarvoor bijvoorbeeld hebt gekregen. Dan kun je gewoon zeggen van nou, ik pauzeer hem deze maand even, want ik heb nog geen nieuwe parfum nodig. Ik ga voor vandaag in ieder geval deze opdoen. Die vind ik wel lekker. En natuurlijk heb ik ook een kortingscode voor jullie. Ik zet hem hier eventjes in beeld. Want daarmee betaal je dus voor je eerste maand maar €7,50. Dus als je het toch wil proberen en je bent heel benieuwd ja, naar de geuren die ze daar allemaal hebben. Of je denkt van nou, ik heb al heel lang een bepaalde geur op mijn wishlist. Maar ik durf hem nog niet te bestellen. Misschien staat hij dan ook op de site. En je kunt dan door middel van de quiz kun je eventueel ook nog kijken van hé, welke geur past nou bij mij. Dus doe er je voordeel mee. Ik ga even beneden bij de kinderen kijken of dat allemaal goed gaat. Maarten die is ook wel beneden hoor, daar niet van. Wel chill dat ik me even helemaal klaar heb gemaakt nu. Ik had trouwens laatst, of in de vorige vlog volgens mij, had ik gezegd dat ik deze soja het lekkerst vond. En nu heeft Maarten bij de Lidl, hebben ze dus nu ook een barista variant, de oat vegan. Ik moet zeggen, deze blijft mijn favoriet. Maar deze schuimt ook echt wel goed. Hij is, ja, oat is iets wateriger, zeg maar. Maar hij schuimt wel heel lekker. Dus mocht je nog een goedkopere variant zoeken. Oh. Volgens mij moet ik iemand helpen, of niet? Oh. Wordt hier iemand gemurderd? Dat is toch? Ik heb mijn hoofd gebroken door mijn vader. Je hoofd gebroken nog wel. Je zou vader. Dat is knap. Nee. Hoe weet je dat? Omdat ik het weet. Hoe ben je daar zo zeker dat ik jouw vader ben? Ik kan niet missen met die neuzen. Yes, ik heb deze kwartier gewonnen! Ziet je iPad er toch mooi uit, meid? Kom, we gaan even jouw haren doen. Oh. 55! Ja, in één keer goed. In één keer. Ja. Ik ga ook weg. Jij gaat ook weg. Kijk, ik kom even tussendoor. Janee gaat met mij mee. Janee, ga weg. Kijk, ik laat even zien hoe die koffie is. Hij is wel lekker smeug. Kijk. Even suiker erbij. Suiker. Sugar. Prima variant. Sugar. Ba, 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 ba. Zo. Gaan we doen? Auto schoonmaken. We gaan even de auto schoonmaken. We gaan gewoon even hier voor de deur. Oh, wacht even. Dit heb ik helemaal nog niet laten zien volgens mij. Of wel? Maar het heeft dit laten behangen in ieder geval. Zo. Ja? Nee hè? Nee. Dus dit is nu de gang. En deze muren ook. Dus die muur is gedaan. Helemaal tot aan daar. En deze ook. Van dit behang. Van Arte, toch? Ja. Zo mooi. En de katten zitten er ook nog niet aan. Dat is gaan kijken, ze zitten er nog niet aan. Ja, we dachten dus de katten zitten er niet aan. Maar ze gaan er dus wel aan zitten. Het is echt zo zonde. Maar goed. We gaan even de auto schoonmaken. Janee, oh wacht, we moeten doekjes hebben, Janee. Ik had deze New Balance laatst gekocht. Ik heb ook nieuwe schoenen. Ik ben er echt blij mee. Ik heb ook nieuwe schoenen. Je hebt ook nieuwe schoenen, hè? Laat ze maar zien. En nieuwe kleren. Deze? Deze heeft ze. Die zijn gewoon van de H&M. Een beetje van die Nike lookalikes, maar dan 10 keer goedkoper. En voor Eli had ik deze. Dit is trouwens ook echt een aanrader. Kijk hoe leuk. Het is een beetje groen met zo'n zandkleurtje. Denk boven dan. Maar ja, echt heel leuk. Huh? Ila, had je wel die schoenen aan al? Ja. Wanneer dan? Wel buiten spelen. Oh, doe dat geen fietsen niet met ons. Oh, dat is ook niet handig. Janee gaat meehelpen. Ik moet zorgen dat helpen hoort. Eerst even alle spullen eruit halen. Alle papiertjes. Kijk, deze. Kijk eens, hier mag je schoonmaken. Mag ik een doekje? Ja. Dankjewel.
Maar de laatste die is toen die de alleen een beneden heb geen bovenkant. Ja, die moet ik nog even pakken. Da. Mama, wist je dat je niet dat je niet naar de achterbank kunt komen? Waarom niet? Omdat hier staat gewoon een benedenkant. Nou, ik heb even met Janine de auto schoongemaakt, maar ik ga toch even langs de wasstraat, want de buitenkant is ook echt smerig. Dus dat gaan we nu dan even doen. Vandaag donderdag inmiddels en ik heb vanochtend Eli naar school gebracht. Janee die is thuis, want die heeft, of tenminste geen studiedag, haar juf is er vandaag niet. Dus die heb ik eventjes achter de iPad gezet, ontbijtje erbij. We hadden vanochtend geen tijd om te ontbijten toen we Eli gingen brengen. Dus toen zei ik al, dan gaan we samen eventjes daarna wat eten. Dus ik ben nu mijn koffie aan het zetten. Ik denk dat ik wat krusli ga nemen. Ik heb nog eventjes een blote billen gezicht, maar soms vind ik dat ook wel even lekker. Dus ik heb echt letterlijk alleen lipgloss opgedaan. Laten we sowieso even boodschappen doen. En als lunch vind ik dit altijd heel lekker. Rode bieten met een rucola, die heb ik daar liggen. En deze. Burrata. Deze is dan van Flink, dus ik weet niet of die lekker is. Maar goed, we gaan het meemaken. Dat is een beetje een lekker lunchrecept als je van burrata houdt, zoals ik. Haar hebben we eigenlijk vanochtend even snel gedaan, hè. Maar het is nu alweer helemaal bijna droog. Nee, voor vandaag ga ik dus editen. En ik kwam er dus achter dat ik nog een vlog van januari had. Dus zeg maar van de vorige... Nee, voor jullie is het dan alweer 2 vlogs terug. Na die vlog had ik ook nog gevlogd. En die ben ik helemaal vergeten online te zetten. Dus ik heb hem wel... Ik had hem wel zo goed als geëdit, maar gewoon niet online gezet. Dus die ga ik... Ja, ik denk vandaag online zetten. Dus donderdag. En dan dit weekend. Dus een van deze dagen... Zaterdag of zondag, jullie kijken nu, dan staat deze vlog online. Dus die moet ik ook nog editen. Ik heb gisteren trouwens samen met Janee haar keukentje helemaal uitgezocht. Want ze speelt er niet meer mee. Dus we hebben echt alles helemaal schoongemaakt en in de tas gedaan. Want heel toevallig vroeg mijn beste vriendinnetje, of tenminste die zei dat ze nog op zoek was voor haar nichtje nog voor een leuk keukentje. En toen zei ik, nou die van ons die gaat weg. Dus we hebben hem helemaal... leeg gehaald. En deze heb ik dus ooit gekregen in de samenwerking. Dus ja, het leek me wel leuk om die dan weer door te geven als het ware. Dus ik heb hier alles gesorteerd wat nog goed was. En toen hebben Janee en ik helemaal schoon zitten maken gisteravond. Dus dat zit allemaal in deze tas. Ik kom boven, ligt deze hier. Wat lig je er toch knap bij, schat? Hij ligt er echt bij als een koning. Lekker, hè? Even een wasje aanzetten. Ik heb trouwens de tip voor jullie. Deze combinatie. Even kijken hoor, waar is de wasverzachter? Hier deze. En deze. Echt, mijn was heeft nog nooit zo lekker geroken. En ik ruik wel vaker zeg maar met waspoeder dat het ja, lekkerder in de kleding blijft hangen of zo. Want ik gebruik hiervoor altijd, nee, ik had het even laten zien, deze. Zijn nu op.
En die is ook lekker. Maar ja, met waspoeder. En dan deze wasverzachter. Die is echt top. En deze had ik als tip gekregen van Savannah. Want die gebruikte zij ook al jaren. En toen ik hem dus had gebruikt voor het eerst, toen dacht ik, oh ja, deze geur herken ik ook echt bij haar. Maar goed, deze combinatie is top. Ik was even aan het editen en Savannah kwam net ook even de keuken halen. Dus die is nu opgehaald. Ik heb even lunch gemaakt. En dit bedoelde ik dus. Ik heb dus burrata met rode biet en rucola. En dan die witte balsamico doe ik daar dan overheen. Of tenminste, ik meng dat eerst met echt olijfolie. Dus groen, echt die hele groene olijfolie, zeg maar. En dan met peper en zout een beetje erdoorheen. En dat is dan je dressing, als het ware. Dus dat ga ik nu even eten. En dan moet ik naar school met Jené. Voor een gesprek voor Eli. En Jené gaat dan naar de BSO. En dan ga ik naar stal, denk ik, daarna. Ja, netjes. Ik was deze vlog aan het editen en toen dacht ik ineens, oh wacht, ik heb hem helemaal niet afgesloten. Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken weer en tot de volgende video. Doeg!